bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Ik ga hem wel doen. Dit zijn de, mijn oude, nou ja, zijn die van mij maar, de oude skilers. Leuk, hè? Ja, dit is, dit is een beetje kapot. Die waren gewoon verteerd. Ja, het hoort eigenlijk een beetje zo. Dus we hebben nieuwe wieltjes besteld. En die gaan we even openmaken. Ja, nee. En ze kwam echt super snel binnen. Ja. We hebben besteld bij Henry's Sportshop. Yep. Henry-sportshop.nl. Mm-hmm. En dan dacht ik het al, omdat we er twee hebben. Maar ja, dat hebben we natuurlijk niet. Ik moet even zoeken naar de andere. Want we hadden de dag voordat ze aankwamen, hadden we hem besteld. Dit draait door, dus ik moet ook geen hebben. Ik ga even in de garage nog onderzoeken. Ik ga de schaar pakken, want ik kom er niet doorheen. Mm-hmm. En ik heb de schaar gepakt. Dat was wel echt nodig. Kijk. Tadaa. Dit zijn ze dus. Mm-hmm. Is dit dezelfde maat? Ja. Dus alleen het nieuw model. Ja. Volgens mij ja. Oké, okay, nou maak maar open. Ze zijn open. Oké, okay, zijn ze dezelfde maat? Ja, kijk. Dat past wel. Kijk, maar dit voelt ook gewoon heel anders. Hoe zeg je, ziet er hetzelfde uit? Ja. Zie je, het voelt veel sterker. Dit kan je induwen, dit is echt niet... Juist, dit. Oké, daar gaan we weer. Nou, daar zijn ze allemaal. Zo, tada! Als het goed is, hebben we er nu 8. Ja, dat klopt. Nee. Oh. Dan zou ik al dacht, je moet de ene tegenhouden om de andere te kunnen eruit te kunnen halen. En dan moet die kant. Hoe ga je dat ooit uitkrijgen? Wat denk je? Net zo wat stroever. Dan ben ik enger. Maar die was wel ook nodig, want er zit niks meer op. Wat is er mee gebeurd met die wieltjes, joh? Ja, ik ging, want jij kwam richting huis. En toen lag opeens het hele wieltje eraf. En toen kwam ik je op en toen lag het hele wieltje eraf. Ik heb even geholpen. Ja. En jij hebt hem losgehaald. Langer moet erheen. Wacht even, omdraaien. Ik ben langer even, moet erheen. Ja, dan heb ik het erheen. En dan de andere kant losdraaien. Het duurt wel eventjes. En dan moet op daar die kogellaag. Die moet ook erover. Die moet daar zo. Er zit een busje en een kogellaag in. Dus dat zie je zo, zie je. De laad zo. Ja, we gaan even kijken hoe dat ze eruit krijgen. Het ziet er echt heel vies uit. Uiteindelijk worden deze buurtjes natuurlijk net zo vies. Maar deze waren wel na 2 keer echt super vies geworden. Nee, die waren ook wel heel wat oud hoor. Ja, dus ze pakten ook wel heel wat stof op. Of de stofviesigheid.
moeten ze dit even afspoelen zo onder de kraan. Hoe wil je die kogel eruit krijgen? Ja, dat moet ik ook zo afkrijgen. Dat zou ook wel een techniekje voor zijn. Nou, we zijn even terug. Maar is gelukt, eind in te doen. Ik heb deze gedaan, die komt hier vandaan uit. Ja. Dus. Je hebt er één uit. Ja, je moet dan eigenlijk, het is de ene induwen door de andere eruit te duwen. Dus dan moet je weer een ringetje eraf halen. En die binnenring ook. Ja, die ook. Die moet je ook even afhalen. En dit kan er niet. Ja, die kan er af. En als je die dan weer erin doet. Dat is een nieuwe ring. Ja, ik heb dat ook. Je moet eerst die in die andere ring laten krijgen, anders krijg je niet eruit. Je moet die binnenring, ja die gouden, ja. Die moet even eraf. Want dan kan je die andere eraf duwen. Moeilijk hoor. Die heb je. Ja, oké. Nou, heb je deze nog ringetjes op? Dan moet je weer op die oude doen. Op die oude. Ja, daar. Andere kant. Andere kant. En dan kun je daarop eventjes een ringetje zetten en duwen. Ja, juist. Dat is echt zo los. Dat ik zo duwen. Oké. Nou, dat heb je nu gedaan. En dan kan deze dingetjes eraf. En dan kun je die dingen eraf halen. Ik ga hem even vast voordat die hele dingen. Ja, het is even een projectje. Stielenwielertjes wissen. Wat? Stielenwielertjes wissen. Wat is? Moeilijk om deze kant. Zal ik even jezelf? Ja, die krijgt hem los. Ja, deze is af. Dit is die. Oké. Ik heb hier de nieuwe wielen. Die ga ik eronder zetten. Ik zal maar in elkaar nu. Dus het ziet er wel goed uit. Ik ga deze hier plaatsen. Even te doen. Nou, de ene is klaar. Rechts is klaar. Links nog. In elkaar zetten. Jaar heb ik zware vuil. Ja, ik wacht. Waarom is de avondklok ingegaan? Ja, juist wel, ja. Nou, die laatste wordt een probleem. Ja. En de laatste van de zeven. Maar die is leuk. Ja, alleen die ene niet. Oh, die ene niet. Dit is. Dat is wel een probleem. Die inbus is kapot. Die draait niet meer. Ja, ik heb ook echt geen idee hoe dat eruit moet rijden dan. Of waar moet je die zagen dan? Kijk, hij. Wat ik ga doen, dit gaat hij nooit pakken. Die maakt alleen maar erger. De binnenkant is dan wel goed. Dus eigenlijk zou op een of andere manier dit vast moeten houden, maar ja, dat gaat niet.
Wel grappig dat ik hem wel vast kan draaien. Er tegen te houden. Nou, eigenlijk komt het erop neer dat ik het heb opgegeven. Ja, je lacht erom. Nou, we hebben natuurlijk hartstikke ons best gedaan voor helemaal nieuwe rieltjes. Maar ja, deze. Dit is nog een oude. Kijk, ja. En die is ook niet goed. En de grap is, deze schroef is niet los te krijgen. Deze inbus die hier eigenlijk in moet, die draait gewoon door alle kanten op behalve de goede. Deze kant gaat wel los, deze kant niet. Maar ja, die zijn allebei los. Ja. Die van jou zit aan die kant allemaal wel goed. Ja. En, maar ja, dan kunnen we ze ook niet gebruiken. Nee. Nee. Je wil gewoon wel goed kunnen... Ja, skilleren. Ja. Maar ja, daar kun je ook nog een andere oplossing bedenken. Ja. En dat zijn nieuwe. En jij kan wel skilleren eigenlijk, maar beter rolschaatsen. Kijk, maak hem open. Gaan we zien. Dit zijn volgens mij rolschaatsen. Ik hoop het. Ik hoop het ook. En zo niet, zit er iets anders in de doos? Dat kan natuurlijk ook. Nee, want... Daar over nagedacht. Skileren. Ja, maar ze hebben bij die winkel alles. Ze hebben... Hoe heet het? Je moet wel op de goede sticker. Oh, maar even op de gaatjes, hè. Hier zit die onder. Hier moet ik zijn. Ze hebben daarvan alles. Ze hebben snowboards, ze hebben stepjes, ze hebben van die mini... Ja, zijn jouw rolschaatsen. Ja, denk je? Ja, ik zie ze al. Zo. Ja, wacht even. Zo. Rustig aan. Ja. Ja? Ja, en jouw extra dop. Een dopje. Ja, ik weet al. Ja, dat zijn de goeie. Ja, zijn het de goeie? Ja. Even kijken, kom zitten. Kijk maar. Je hoeft niet te vragen hoe ze heten. Nou, Rio, hoe zullen ze heten? Ik kijk of de maat goed is, ik hoop het. Voorzichtig openmaken, want als die niet goed is, dan moet ik hem terugsturen. Oh, beetje meer. Zo zijn we groot. Ja, Wat denk jij dan? Oké. Okay. Dus een... Ik zie ze al. Ja. Dit is er eentje. Oh, we zijn nog een beetje stroef. Een beetje stroef. Wauw. Oh. Zo, die zijn mooi. Ik hoop het. Dat moet ik zien op een plaatje. Vind je ze mooi? Ik denk het wel. Ik zit alleen dit. Het gaat vooral of het werkt. Nou, doe die andere ook. Het lijkt me wel moeilijker, eerlijk gezegd. Waarom denk je dat het moeilijker is? Ik weet niet. Even kijken hoor. Hoesjes? Ja. Zit er nog meer in? Meestal wel. Ja, een helemaal veter. Prop aan de tenen. Helemaal diep. Jeetje. Oh, deze. Ik krijg ze niet te pakken met mijn nagels. Kom hier. Ja, dat bedoel ik. Jee. Oké, ik heb de veter er al uit. Jij ook. Moet je ze nu al passen? Ik ga gewoon aan proberen. Kijken of die eraan kunt. Zo niet, dan moeten ze namelijk weer terug. Als ze niet passen, dan zijn ze niet goed. Ik heb de veter los. Ja. Nog eventjes. Even kijken. Leg hem misschien niet mee. Ga even zitten naar achter. Zo. Als je hier één keer mee valt, is wel die hele schoen beschadigd. Ja, maar dat is met alle rolschaatsen. Dat is met skiers ook. Ja, maar dat... Als je er keihard mee onderuit gaat. Ja, maar dit is leer. Ja. Dus dat is beschadigd sneller dan... Doe de doos ook even weg. Hop.
Alles goed. Hop, daar. Even dicht. Even kijken hoor. Het is misschien een beetje moeilijk te zien. Een donkere rolstoel of een donkere bank. Ja. En dan moet je natuurlijk helemaal aantrekken. Dat hoeft daar weer niet bij je skillers. Je hebt gelukkig veel ruimte. Want ik heb natuurlijk hele dunne sokjes nu aan. Ja. Dus er moeten gewoon dikke sokken in. En dan denk ik dat ze goed zijn. Wil jij hem ook aan? Ja, moet toch eerst helemaal vetigen. Oh. Jeetje. Ja. Die zit aan. De andere kant. Hier. Ja, ze zijn nu nog een beetje aan de ruime kant. Ja. Op, naar beneden. Op zich, het ziet er eigenlijk wel makkelijker uit. Op zich. Ja, maar ik denk dat die top mij een beetje... Ja. Zo zit hij toch een beetje. Ja, maar in de weg, ik weet het niet. Ik moet wel mijn dikke sok erin, want dit is te dun. Maar goed, dat is logisch, dat doe je altijd. En het spul is nu natuurlijk best nog wel stuk. Ja. En alle veters heb ik natuurlijk nog niet doorheen zitten. Nee. Het is nu alleen om dit zitten. Zou dat een huis kunnen doen? Nou, niet op de boven, dat krijg ik krassen, denk ik. Ja. Wacht, even die aan de kant. Zo, je bent hoog. Zullen we even wennen? Nou, er zit een beetje ruim zo. Wow, je kan het echt wel gelijk goed. Zo, ga gewoon losgaan. Maar deze kan gewoon zo. Ja, dat lijkt me wel makkelijk. Zo. Het is nog alleen nog heel scherp. De randen van het laarsje lijken wel messen. Dus ik moet wel lange sok aan. Ik probeer het in de achtertuin. Nee. Ik moet je hartstikke lang afzetten. Niet zonder dat ik de vloer beschadig. Dus dat? Moeten we ook even proberen. Dus aan? Ja. Zo, stik voor 90.nl. Nee, maar als ik namelijk één maandje kleiner had genomen, wat misschien nog best wel had gepast. Maar, dan, voor maar. De maat kleiner valt onder de kindermaten. Oh. En de maat groter valt onder de volwassen maten. En het houdt in, als je onder volwassen maten valt, dat die ook gemaakt is voor wat meer gewicht. Ja. En aangezien ik niet onder de 60 kilo ben, en ook nooit meer zal komen. Ik zal het maar gelijk toevoegen. Heb ik bedacht van dat misschien niet zo'n slimme zet is. Oeh, die is echt heel raar. Je moet even je voet gewoon zo. Zit er nu goed in? Ja, zit je er goed in? Ja, hij is natuurlijk nog wel iets groot, maar... Ja, en kijk, hij moet dit nog gaan doen. Hij is nog een beetje... Ja, het is nog een beetje stug. Maar gaat hij dat uiteindelijk wel doen? Jazeker. Het wordt net als een gewone schoen. Als je deze veters allemaal goed trekt, dan kan dat. Dan gaat kun je het veel doen. Beter aantrekken. Even vasthouden weer. Even een klein beetje meeduwen. Ja, dan komt nu de handvraag. Wat is leuker, skileren of rolschaats? Maar ja. Ik heb net nieuwe skielers. Ja, nieuwe skielers. Dus dat... Maar ik vind skieleren alsnog wel heel leuk, dus... Eigenlijk zou je die wieltjes in moeten kunnen klappen en dan heb je gewoon een schoen. Ja. Die heb je ook. Ja. Je weet maar dit moet nu eigenlijk nog zo komen. Ja. Dus ze zitten nu nog een beetje los en ze zijn te groot voor jou.
Oei hoor. Wacht, hier kan ik nog niet, denk ik. Oeh. Zijn er ook beeldjes naar stroom, hè? Ja. Moet ik zo? Wacht, kan je zo echt lopen? Lopen? Ga maar op het ene. Op het ene. Op het ene staan. Doe dat. Op het ene. Hallo, op het ene. Allemaal. Oh nee! Ja, dat kan niet! Kom op je tenen! Ga maar eerst gewoon normaal rollen. Goed, ik hou er vast, ja? Ja, goed dan! Ja. Hij gaat al snel achteruit. Nou, net zo snel als je vooruit gaat. Ja, het zijn gewoon wieltjes, dus ik ga het gewoon. Ja, dat dus. Oh. Nou. Ja, het is nog even dat. Oep. Skeleren is in dat geval vind ik makkelijker met bochten. Ik kom niet de bocht door. Ja, wij komen dat je nog niet over de vloer kan schuiven. Over een tijdje kan ik gewoon op de vloer schuiven. Ze zijn nu nog rubberig. Ik zeg, hou je voeten bij elkaar, hè? Anders gaan ze steeds breder. Nee. Ik kan geen spit. Zo. Zo. Goed gesmeten. Ik kan. Tuurtalent. Tuurtalent. Een groot natuurtalent. Een groot natuurtalent, zeg. Armen naar beneden houden, armen naar beneden houden. Oh mijn god. Nou goed, dat dus. Een groot natuurtalent ben ik. Nou, dus wel weer uit. Ja. Maar bijna zo groot als ik zo. Goed doen. Pas op. Wat? Nee, ik kwam niet goed omhoog. Ze slijt tegen de tafel. Nou, dat is. Dat is echt moeilijk. En zwaar aan je voeten. Net zo zwaar als kiers. Oh. Is het namelijk hetzelfde onder. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Tegenover die weet ik niet. Nee, dit is metaal. Deze hak zit er nog onder, hè? Volgens mij is dit zwaarder aan je voeten. Dat weet ik niet. Je kan je gelijk je spieren mee trainen hier zo. Oh, dat is wel lekker. Dat is weer wel lekker. Oh. Maar ze zijn wel heel mooi. Ja, is wel ik mooi. Ik vind dit heel mooi. Dat, ja. De naam. Nou ja, gewoon hoe het er staat. En de schoen zitten. Nou, ik zal even kijken. Je kan ze ook zo vasthouden, net als bij skiers. Ja. Dat is alleen wel ietsje lastiger. Het snijdt een beetje. Nou. Maar ik denk dat we wel. Zo. Ik denk dat we wel de aankomende dagen, nou ja, binnenkort. Wel gaan skiederen. Al wel met mijn nieuwe. En misschien met deze. Maar we moeten eerst zorgen dat het andere wieltje natuurlijk eruit komt. Ja. Dus ik denk dat ik eerder dan met mijn eigen, mijn nieuwe, ga skiederen. En jij ook met je nieuwe ga rolschaatsen. We gaan het zien. Dus daar komt binnenkort wel een video over online. En dan zie ik jullie dan. Doei! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!